Hoi, ik laat je zien hoe je in Qt Creator een grafische user interface programma start. Dus dat is een programma met een window erin en dat je knoppen erop kan slepen en al die dingen. We gaan naar nieuw project. We kiezen bij application de Qt Widgets application. Dan vraagt hij naar een naam. Nou, ik noem de naam test. Dan vraagt hij een kit. Nou, dat is hoe die hem bouwt. Dat staat vaak standaard goed. Hier vraagt hij hoe je belangrijkste window, wat voor soort het is en hoe die heet. Nou, de base class staat nu op QMainWindow. Dat is prima, maar ik vind QDialog mooier. En de class name noem ik ook gewoon Dialog. Is prima. Next. Dan vraagt hij of je met Git wil werken. Nou, in dit geval doen we dat niet. En tada, we zijn er. Nadeel is, je ziet eigenlijk nog niks. Je ziet hier een stuk code, geen flauw idee wat het doet. En eigenlijk datgene wat we het interessantst vinden staat hier. Hier aan de linkerkant zie je alle bestanden waar je project uit bestaat. En als je dubbelklikt op dialog.ui, dat is user interface, hier heb je je eerste vorm. En een vorm is datgene waar je dingen opzet. Dat als je programma runt, dat je kan zien wat er gebeurt. Dus ik had net een button, dat ik hier gesleept naar mijn vorm. En als ik druk op run, zie ik hem hier verschijnen. Oké, ik laat in een andere video zien meer dingen die je kan doen. Maar niet in deze video. Dus ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!